mus, de McFlurry, egel, de Tweede Kamer, muis. Mensen denken, wat is hij? 2 voor 12 met alle gekke woorden. Die behoren al tot de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Nou, sinds vorige week is daar de mondkapmeeuw aan toegevoegd. En dat is niet iets om trots op te zijn, vinden Kees Moeilijker en Erwin Compagne. Ja, want Erwin Compagne, jij hebt die meeuw met mondkapje aan zijn pootje gevonden. Wanneer was dat en wat gebeurde er? Nou, ik werk gewoon als ethicus in het Erasmus MC. Ik doe al 30 jaar lang vrijwilligerswerk. En dat is dieren prepareren voor Kees. Dat is vrijwilligerswerk? Ja, het is vrijwilligerswerk. Daar krijg ik niks voor. Oké. Dus dat doe ik al 30 jaar lang. Duizenden dieren al gepasseerd. Dus ik ga ook altijd even op... Als ik op straat rijd, dan heb ik daar een oog voor. Daar ligt weer een dood beest. Nou, misschien is het wat voor het museum. En de goede traditie is op nieuwjaarsdag ga ik altijd gewoon... Dan is het allemaal rustig op de wegen. Ga ik altijd naar het strand. De Maasvlakte. Dit jaar naar de Maasvlakte. En ik zag een zilvermeeuw liggen langs de weg. Nou, dan stop ik even. Dus ik kan altijd kijk, iets voor Kees, denk je dan? Misschien is het wat voor de collectie. En ik stopte en ik keek naar de meeuw. En dan denk ik, krijg nou wat. Hangt een wegdisposable mondkap aan zijn poot. Dat is er dus een. Ik kende het verhaal wel uit andere landen. Uit Engeland begon het in de eerste lockdown. Waren er al meeuwen met mondkappen aan de poten. Er waren al lijsters die in de boom hingen in een mondkap. Er was al heel wat gebeurd. En nu hebben we ook een Nederlandse. Dus, en, ja. maar we moeten even vaart maken. Omdat een beetje uit, maar deze meeuw is doodgegaan door het mondkapje? Nee, hij is doodgereden. Dus hij is dubbel op. Hè. Hij is dubbel op narigheid. Hij had een mondkapje aan zijn pootje. Kon niet vliegen? Hij vloog met dat mondkapje aan zijn poot. Vloog toen tegen een autobaan, een vlagwagen. Omdat hij niet kon vliegen, neem ik aan. Nou, hij kon nogal vliegen. Want maar niet hoog genoeg, want hij is tegen die auto aangevlogen. Waarmee we vliegen wel laag over de weg. Oké, maar dat doen we volgende week. Ja. Maar uiteindelijk ligt deze dode meeuw. Ja. En toen dacht ik gelijk, die hoort in het museum van Kees. Nou ja, wij hebben heel lang samen een oog voor bijzondere dingen. Dus met Domino Museum, met Fleury Egel. En ik ben vooral geïnteresseerd, ik ben ethicus. Dus ik ben vooral geïnteresseerd ook in dingen die voorkombaar zijn. Hè? Dus schade kan je voorkomen. En dit is de zinloze... schade die we brokkenen aan dieren. We gooien die rommel. En waarom kom je dan bij Kees terecht? Want Kees van Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Ja, precies. Waarom wordt hij daar thuis? En welke collectie hangt hij? Hij ligt in dit geval in de collectie Dode Dieren met een Verhaal. Die is een jaar of 10 geleden begonnen met groeien. Met die collectie, met die tentoonstelling willen wij laten zien... op welke manier mens en dier met elkaar in botsing komen... en wat de fatale gevolgen kunnen zijn. Ja, ligt er eens een paar toe? Dat is een heel mooi voorbeeld. Dit is een egel die in 2007 vast is komen te zitten... met zijn kop in een ijsbekertje van een hamburgergigant. Die stekels blijven achter die kraag zitten. Dat was het eerste slachtoffer in Nederland. Dus hij kon er nooit meer uit? Hij kon er nooit meer uit. Hij is verdronken omdat hij niks meer zag. Hij is in de sloot gelopen. Oh. Wij zagen dit in de krant staan en dachten van... nou, die moeten wij eigenlijk hebben. Dat is heel dramatisch. Dus Erwin heeft hem geprepareerd. Ook deze heb je gevonden? Nee, deze is... alleen geprepareerd. Geprepareerd. Nou, en zo is die collectie is. En zijn die bekertjes er nog steeds? Nee, dat is het goede nieuws eigenlijk, wat ik kan vertellen. Dit heeft best wel veel ophef veroorzaakt. Ook het feit dat wij dit dier met zijn doodsoorzaak exposeren. En dat we daar de publiciteit mee zoeken. En inmiddels, we zijn wel 13 jaar verder, is het ontwerp van dit ijsje aangepast. En kunnen de egels er niet meer in vast komen te zitten.